In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar een wonderbaarlijke genezing in het Evangelie volgens Sint Marcus. En dat staat in hoofdstuk 1. Het is een wonder wat de Heer Jezus heeft verricht in maar 5 versen. Dus het klinkt heel klein, maar het viel mij op en ik zal je zo vertellen waarom. Vanaf vers 40 in hoofdstuk 1 van het Evangelie van Sint Marcus staat: En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: Als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar hem toe. Glorie zijn God tot in eeuwigheid. Amen. Waar ik eigenlijk op wil inzoomen met jullie zijn de eerste paar versen. En met name de eerste vers. En de eerste vers, dus vers 40, daar staat in, om het even te herhalen. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei: Als u wilt, kunt u mij reinigen. En er zijn een paar dingen die mij opvielen aan de melaatse zelf. Hè? Want de melaatse mensen, ik weet niet of jullie dat weten, melaatse mensen, dat waren mensen die waren verstoten, die werden buitengesloten van de maatschappij omdat ze ziek waren. En zij hadden dan een soort van huidaandoening die heel besmettelijk was, dus die mensen mochten eigenlijk niet meedoen. En iedereen keek een beetje vies van ze op. En deze melaatse, die heeft eigenlijk de moed bij elkaar gebracht of bijeengeraapt om de Heer Jezus om vergiffenis te vragen. En ik wil heel even met jullie kijken naar de manier waarop hij dat deed. Dus hij kwam naar hem toe, hij smeekte hem, hij viel op zijn knieën en hij zei tegen hem, dus ook in de woorden die hij zei, zei hij: Als u wilt, kunt u mij reinigen. En dan zijn er eigenlijk 3 dingen die opvallen. Dus de toon van de melaatse in wat hij vraagt, hè, van: Goh, als u wilt, dan kunt u dat voor mij doen. Het vertrouwen dat hij had van: Nou, als u wilt, dan kunt u dat ook doen. U kunt mij inderdaad genezen, als u dat zou willen. En de overgave die de melaatse had aan de wil van de Heer Jezus. Want hij had gezegd van: Nou, als u dat wil. Als u het niet wil, prima, ook oké, dan ga ik wel weer weg. Ik leef al zo lang met deze ziekte, ik weet wat ik moet doen. Maar als u het wil voor mij, dan zou dat wel echt heel chill zijn. Dus er zijn 3 dingen die me opvielen aan dit stukje. Dus de toon, hè, en hij vroeg het netjes en hij vroeg het eerbiedig. Hij ging op zijn knieën en hij smeekte de Heer. Het vertrouwen dat hij had, dat inderdaad God almachtig was en dat allemaal kon. En de overgave aan zijn wil. En ik moest toen eigenlijk ook denken aan de manier waarop ik dingen van God vraag. Hè? Want let ik genoeg op mijn toon als ik iets vraag aan hem? Weet ik niet, had ik niet eerder over nagedacht. Let ik genoeg op het vertrouwen dat ik heb in dat God het wel kan? Of denk ik altijd van: Nou ja, ze zeggen altijd dat ik moet bidden, dus ik doe het maar. Maar het is wel een heel groot probleem. En in de overgave aan zijn wil moest ik ook bij mezelf bekennen dat ik het wel heel moeilijk vond om Gods wil altijd voor te laten gaan op die van mezelf. Dus ik moest eigenlijk, als ik mezelf ging vergelijken met die melaatse en de manier waarop hij bad, de manier waarop hij God om dingen vroeg, en ik ging dat vergelijken met hoe ik dat deed, schoot ik tekort op al die 3 aspecten. Dus denk daarover na. Bedenk voor jezelf van: Goh, met deze zelfreflectie kan ik hier iets mee? Leer ik iets van deze melaatse of niet? En als je het al zo doet, dan doe je het echt al super, super goed. Want het antwoord van de Heer Jezus, wat in de vers daarop staat, in vers 41, dat geeft vertrouwen, dat geeft kracht. Daar zegt hij namelijk: En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd. Dus de Heer Jezus was niet blind voor de manier waarop de melaatse dat vroeg. En de intentie met welke de melaatse dat vroeg. Hij zag dat hij het moeilijk had. Hij zag dat hij de moeite had genomen om helemaal naar hem toe te komen. Dat hij de moeite had genomen om zichzelf zo te vernederen, om hem te smeken om iets wat hij heel graag wilde. En hij werd genadig. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Dus dat deed iets.
Dat gebed deed iets met de Heer Jezus. Dat was niet zomaar, hij heeft dat niet zomaar gezegd en de Heer Jezus dacht, nou, ik heb geen tijd voor jou, ik heb het zo druk, doei. Nee, hij luisterde naar hem, hij hoorde hem en hij wilde hem dat schenken omdat hij het op zo'n nederige manier vroeg en omdat het paste in zijn plan voor hem. Hij heeft hem genezen, hij stak zijn hand uit, dus hij raakte hem aan en hij zei tegen hem, ik wil het. Dus het was in zijn wil om zich te voegen naar de wil van de melaatse man. Dus naar de wens van de melaatse man. En dat doet God. God is genadig. God wil ons mooie dingen geven, wil ons liefde geven, wil ons genezing geven. Maar dan moeten we er wel om vragen soms. Soms vragen we er niet om en dan zijn we eigenlijk alleen maar boos om God, want hij heeft ons moeilijkheden gegeven en nare dingen en pijn. En dan wil ik er eigenlijk niet eens meer op een nette manier om vragen. Maar als je je ego een klein beetje opzij kan zetten, zoals deze melaatse man, die ook heel boos op God had kunnen zijn, want waarom deed hij hem dat aan? Als je dat kan doen, als je dat ego een klein beetje kan parkeren, dan kan je Gods innerlijke bewegen. En dat is eigenlijk wel een ontzettend fijne boodschap. En heel erg krachtig. En het schept vertrouwen. God luistert. Hij kijkt niet naar je toe en hij wil je geen pijn doen en hij wil je niet pesten. Dus Gods wil is soms ook onze wil. We moeten het op een nette manier brengen. We moeten ons kunnen voegen. We moeten kunnen vertrouwen dat God ons wil geven wat hij ons wil geven. En dat zijn wil voor mij beter is dan mijn wil voor mij. Ik hoop dat je de volgende keer weer gaat kijken naar een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.